Dag lieve mensen, welkom bij Angel Shaman Power. We gaan eens even kijken wat de energie voor het portaal 99 gaat doen. Wat ik voel is dat daar openbaringen komen, krijg ik te horen. Openingen in relaties, maar dat kan van tevoren al gebeuren. Dat hoeft niet per se op 99 plaats te vinden of daarna, dat kan ook al van tevoren. Vandaag is het 6-9. Het voelt alsof daar van alles al vanaf deze datum in balans gaat komen. Dat je de balans gaat zoeken naar jezelf. De balans in jezelf. De balans in relaties. Of met mensen om je heen. Ja, dat kan in allerlei relaties zijn. Vriendschappen, liefde, tweelingzielrelaties. Daar gaat van alles gebeuren op het gebied van relaties. En hoe je naar andere mensen staat. En hoe zij naar jou toe kijken. Dat heeft ook te maken vooral met de energie. Wat speelt er in, op energetisch vlak? Hoe is het energetisch veld van die mensen? Waar loop je vast? Dus daar zal van alles nu gaan stromen. En als eerste heb ik de kaart Crystal Blessing. Grandmother Crystal Diva en Cathedral Library. Nooit van gehoord, maar goed. Wat ik daarbij voel, heeft te maken met de kristalblessing. Nu kan het dus zijn dat je dus met kristallen mag werken. Het kan ook betekenen dat je dus je derde oog gaat openen. Dat je meer gaat kijken wat er speelt. Dat je alles vanuit een hoger perspectief bekijkt wat er in jouw leven gebeurt. Waarom mag je iets wel zien, waarom mag je iets niet zien? Maar ook de lessen daarin. De seintjes die je krijgt, wat betekent dat voor jou? Wat betekent dat in jou? Misschien mag je een mening veranderen die je had over iemand, over relaties. En mag je nu eens gaan zien wat er werkelijk speelt. Kan ook betekenen dat je het niet zag, dat het onbewust was en dat je nu bewust wordt ervan. De Crystal Blessing kan ook betekenen dat je gaat werken met de diamantenergie. Daar heb ik van de week mee mogen werken, gisteren om exact te zijn. Omdat ik voelde dat er iets zat. En dan mag je, want de diamant is een van de hoogste frequentie-energieën. Als je daarmee werkt, dan zorgt dat ervoor dat jij iemand, jezelf en die andere persoon die energie van jou aftapt, de ruimte geeft om zijn eigen authentieke zelf te vinden. Zonder bij jouw energie af te tappen. Of manipulatieve energie naar jou toe te sturen. Waardoor jij het gevoel hebt, ik kan nog geen stappen zetten. Als je dat namelijk dat gevoel hebt, dan kan het dus op onbewust vlak zijn dat één of meerdere personen, in dit geval waren het er twee, aan jou trekken of aan die persoon trekken. Zonder dat die persoon het misschien wel voelt, maar niet direct duidelijk heeft waar het vandaan komt. En het is natuurlijk heel fijn als je dat dan mag zien. En als je als buitenstaander, zoals ik daar half buitenstaander was, mag zien, dan mag je daar vanuit liefde, vanuit allesomvattende liefde, mag je wel een diamant om die persoon heen zetten, om die andere mensen heen zetten, zodat iedereen zonder manipulatief gedrag, zonder ook, dit is geen manipulatief iets wat je dan doet, maar puur vanuit liefde voor je medemens, en ook voor diegenen die daar de energie sturen. Want die mensen zijn zich vaak niet eens bewust dat ze dat doen. Ja, en dat is vanuit een stukje, ik wil geholpen worden. En die ander wil dan helpen, dat kan. Maar het zorgt er wel voor dat iemand niet het gevoel heeft niet verder te kunnen. Misschien wel voelt dat er iemand, dat er iets is qua energie, maar niet exact duidelijk krijgt. Maar goed, dat is wat ik mocht zien. En dat is wat jij misschien ook nu mag ervaren. Ga eens kijken in jouw relaties. Waar loopt het vast? Zet daar een diamant. Visualiseer een diamant om die persoon heen. Om jezelf heen. En als het je tweelingziel is, gooi dan nog een lemniskaat overheen. Ja, dat dus tussen jou en zet jullie wel alle twee apart in een diamant. Dan misschien nog een diamant eromheen. Als je niet weet hoe dat werkt, dan laat je het maar liever. Want als je dat niet goed visualiseren kunt, dan is het gewoon nog niet zo ver. Maar ik zeg net dat ik de lemniscaat erop had gezet. Nou, onder staat de 8.
Dus ja, voor mij is dat weer een bevestiging dat het gewoon oké is. Wat ik wist dan natuurlijk al dat het goed was wat ik deed. Maar dat voelde ik ook. Ik voelde ook de energie veranderen. Ik voelde ook het hartchakra gewoon rustiger worden. Dus dat was heel mooi om te voelen. Dat je daar had ik ook een diamant in gezet. Want daar mag gewoon alles wat jou tegenhoudt om jouw authentieke zelf te zijn. Mensen die jou niet in een bepaalde richting willen hebben. En anders kunnen ze niet meer van je profiteren, op welk vlak dan ook. Al is het dan ook maar energetisch. Weet je, dat mag gezien worden. Jij mag het zien. Jij mag het zien, je mag het opschonen en ja, je mag daar mee aan de slag. Zou ik zeggen, ga eens kijken van waar loop ik vast, waarom kan ik niet verder, waarom heb ik het gevoel dat ik niet verder kan. Misschien gebeurt er op onbewust vlak van alles. En dat voel ik dat de laatste weken heel veel naar boven komt van onbewuste stukken die gezien mogen worden. Ik heb niet voor niets, zei ik, van half september gaat gewoon de beerput open. Er gaat gewoon, heel veel mensen mogen dan in het bewustzijn, daar zitten we nu in. Het licht heeft gewonnen, dus er komt gewoon nu meer licht op alles. Het licht gaat schijnen op ook jouw donkere stukken, die jij misschien nog ervaart, waarom je niet verder kunt in bepaalde stukken. We gaan even verder kijken. Wat geven de Nature Spirits aan? Storyteller. Dus welk verhaal vertel jij jezelf? Welk verhaal maak jij ervan? Kijk. Ook daar mag je je licht op schijnen. Kijk eens wat je jezelf vertelt. Klopt dat? Is dat de waarheid? Is dat de zuiverheid? Weet jij dat het klopt? Voel je dat instinctief? Of heb je ergens in jouw lichaam het gevoel van dat het niet klopt en dat je er eigenlijk ja, overheen walst over jouw intuïtie? Als jouw intuïtie iets aangeeft en jij walst er overheen, dan vertel jij je dus met je psyche een ander verhaal. En dat is gewoon ook belangrijk dat je kijkt waarom dat gebeurt. Spirit Keeper of the North. Wordt hier naar dat stukje getrokken dat het daar donker is. Dus de maan schijnt erop. De maan is ook in de tarot een kaart. Dat betekent dat je dus echt onbewuste stukken ziet. Dus wat ik net vertelde, dat gaat dus nu gebeuren. Dus waar het koud is, wat dus koud aanvoelt, waar je nog niet die vibe hebt van levendige, zachte, mooie energie, daar mag je naar kijken en dan mag je helen. En dat mag je dus ook aan Moeder Aarde afgeven. Je mag het, wat ik ook hierbij voel, ik ga nu echt intuïtief de kaarten lezen, want zo werk ik meestal eigenlijk altijd. Iets anders kan ik niet. Wat ik hierbij voel is dat het aards wordt. Dus wat jij jezelf verteld hebt, die story wat misschien nog hier en daar een andere blikveld mogen krijgen, wordt aards. Al daar bedoel ik mee, je wordt je bewuster van. Het licht gaat erop schijnen, dus je gaat meer inzichten krijgen. Je gaat het aards zien van, hé, dat is waarom ik vastliep. Dat is wat ik eigenlijk altijd gezegd heb, terwijl het misschien niet eens klopt. De witte buffel is een teken dat er veranderingen op komst zijn, hele grote veranderingen. Ik moest niet voor niets de kaarten pakken, ook van de shamanen, want shamanen, mijn shamanengidsen, die komen dus altijd als er, ik noem dat het strondende knikker is, en als er dus echt iets opgeschoond mag worden wat een hele lage frequentie, oh my god, ik snap het nu waarom ik het moet pakken. Dus die hele lage frequenties, wat ik dus met de diamantenergie, kijk eens hoe mooi het weer allemaal samenvalt. Het is toch niet te geloven. Die mag dus opgeschoond worden. Die lage frequenties waar shamanen voor nodig zijn om het op te schonen. En als ik je vertel dat als er dingen gebeuren in mijn leven die met hele lage frequenties te maken hebben, of in het leven van mensen waar ik hou van hou, dan voel ik mijn shamanengidsen. Daar komen ze en dan hebben ze zoiets. Opletten. Opletten, zij beschermen mij gewoon tegen hele negatieve energie. En dan gaan zij als het ware tussen mij en die anderen instaan. Of als iemand misbruik van mijn energie wil maken. Dat is eens één keer gebeurd. Bijna. En toen stonden ze er en ik had zoiets, wat gebeurt hier? En toen zeiden ze, kijk, voel, weet. En toen was het klaar, toen zag ik het.
Maar dat is eigenlijk wat jij ook mag zien. Dus kijk eens goed, wat speelt er in jouw leven? Waar heb je jezelf iets gedacht, misschien met vriendschappen, dat het goed zat? En waar word je dus nu naartoe getrokken van, hé, dan mag ik toch een andere visie op krijgen. Ik mag toch in mijn lichaam gaan voelen wat misschien onbewust al een seintje gaf, hè, je onderbewustzijn, dat je niet wilde zien. Hè, want dat kan dus als je psyche je tegenhoudt om te groeien, want dat doet die, dan lijkt het alsof je, nee, dat kan niet zo zijn. Nee, dat zal wel niet. Nee, laat maar zitten. En dan is het eigenlijk juist belangrijk om dan om te keren en je eens te kijken naar waarom jouw psyche jou aangeeft van je moet er niet naar kijken. Want dan weet je eigenlijk al dat er iets niet klopt. Omdat de psyche jou klein wil houden. Je wil jou in de huidige frequentie houden. Je wil niet hebben dat je groeit, want dan groei je boven de psyche uit. We gaan eens even verder kijken. De orakelkaart, de voortgang. Dus jij hebt je eigen huis, draag je zelf. Jij draagt jouw huis zelf. En de molen word ik naartoe getrokken, de windenergie. Denken, windenergie, luchtelement van het tarot, heeft te maken met gedachten, heeft te maken met de psyche. Dus die draag je met je mee. Maar je mag ook bepaalde dingen loslaten. Als jij moeite hebt met loslaten, kun je het volgende proberen. Heb ik vroeger al, ja, daar heb ik het wel over 20 jaar geleden. Heel vroeger ben ik begonnen met hoe laat ik los. Nou, wat mij toen vertelde is, inmiddels doe ik dat al niet meer, maar dat was voor mij een stukje om los te laten. Hoe laat ik mensen los? Ik wist toen nog niet van koorden doorknippen, dat was ik allemaal niet, wist ik allemaal niet. Ik ben ook zo begonnen. En toen beelde ik mij die persoon in een luchtballon. En ik liet die persoon was de luchtballon. Ik liet die altijd meer naar de horizon gaan. Maar dat moet je dan natuurlijk tig keer doen. Ik heb dat weet ik hoe lang moeten doen, voordat dat inderdaad weg was. Dus dat is wel een oefening hoe je dus ook los kunt laten. Visualiseer iets in een luchtballon. Dan gaat het op. Dus wat ik zei, er zijn bepaalde frequenties die moeten uit elkaar. Die moeten uit elkaar, want anders kom je niet vooruit. Dus als jij die dingen bekeken hebt en gezien hebt wie jou eigenlijk tegenhoudt, dan kan het niet anders dat je daar een verbinding verbreekt. Voor jouw eigen welzijn. Want anders blijf jij in dat stuk hangen. En het kan nooit de bedoeling zijn dat je groeit. Het is de bedoeling dat je groeit. De kaart vonk. Je hebt namelijk die vonk in jezelf. Die vonk om uit die cocon te komen. Wat ik hierbij zie is, ja, ze heeft gewoon een jurk aan, maar het voelt alsof je, alsof dat te eng is. Jij hebt die vonk om vooruit te komen, om het op een zachte manier te doen, om en soms moet daar gewoon iets gebeuren en is er een beetje verdriet. Als jij verbindingen moet verbreken, of dat nou met vriendschappen zijn, of dat nou met de liefde is, dat kan, hè? Dat is verdrietig. Maar het is wel nodig voor jouzelf om te ontvangen. Ik weet niet wat hier allemaal onder hangt nog. En toch moet ik hem pakken. Want je gaat dan openstaan. Je hebt die vonk om open te gaan. Open in, dan gaat de wereld voor je open. Dan sta je boven op de berg. Dan, dat kreeg ik vanmorgen ook nog te horen van dat stukje. Sta boven op de berg. Het is goed, weet je. Dat. Daar ga je dus ook dingen leren. Opvoeding. Je gaat dingen zien. En dan voel ik ook dat je de lessen ziet in wat er gebeurd is, wat in het verleden is, dat boek dat je dat nog eens de laatste keer in handen neemt van het verleden. En dan licht erop laat schijnen, wat ik al net zei, met de Crystal Blessings kaart. Licht erop laat schijnen over het verleden en dan kun je het loslaten. En dan heb je ook gewoon een magisch gebed. Dan ga je, voor mijn gevoel, ook naar je hartchakra luisteren.
En dan ga je het ook communiceren. En dan ga je ook in de flow mee. In de stroom mee van het universum. Van alles wat je eigenlijk wenst. En dan ga je die blijdschap, ga je die sprong maken naar het nieuwe. Die sprong naar het onbekende. In de zuiverheid, de witte kleur. Je gaat in de zuiverheid, diamant, naar dat positieve. Dus probeer daar wat meer aandacht aan te geven wat jij niet wilde zien. We gaan even verder. De Shaman's Dream. Dat zijn ook zo'n kaarten die heel veel onbewuste stukken naar voren halen. Lost Compass, Getting Back to Integrity. Dus terug naar je integriteit. Terug naar jouw kern, terug naar jouw ziel. Je was misschien verloren en hier had ik net iets van de vier windrichtingen. Dat zag ik net op een kaart. Ik weet dan niet meer welke kaart dat was. Maar dan ga je dus ook je richting bepalen. Waar je eigenlijk naartoe wilde, wat niet kon, omdat je door, misschien door de energie van een verbinding, vastgehouden werd. Of de energie van een of van werk, weet je. Ook werk is natuurlijk ook een stuk. Als je ergens zit waar je niet blij bent, kies dan voor datgene wat je wel wil. Maar zie ook waarom je bent blijven hangen. Want dat is namelijk Protecting the Future, Dragon's Hoard. Dus bescherm ook je toekomst door je in een diamant te zetten. Visualiseer dat je dan in die energie zit. Bescherm je ook je toekomst. Dat die lage frequenties daar niet aan kunnen. En dat niet kunnen beïnvloeden. Whale song, resonating. Dan ga je misschien met de walvisenergie werken. Heeft ook te maken met richting. Die kunnen natuurlijk op weet ik hoeveel meters afstand kunnen ze met elkaar communiceren door die sonar. En dat gaat gewoon, ik vind dat altijd heel fascinerend. Hoe dolfijnen inderdaad en walvissen met elkaar communiceren. Dat is gewoon bizar, mooi. Maar dat is ook, jij gaat dan in het water. Je gaat dan in de energie van het water en dan ben je dus in het hier en nu. Dat is ook belangrijk. We zitten zo aan tijd, maar tijd is een illusie. Alles is er al. En daar heb ik natuurlijk, vertel ik over in de manifestatievideo's. Dus ga die dan even kijken als je die nog niet gezien hebt. Maar alles is er al. Alle tijdlijnen zijn er. Jij, jouw frequentie, jouw gedachten die jij constant uitzendt, die zorgen ervoor dat je een andere tijdlijn kunt pakken. Maar dat kan natuurlijk zijn, je wilt die andere tijdlijn hebben. Je wilt op die andere tijdlijn waarop je al die andere baan hebt. Je wilt op die tijdlijn waarop je al samen bent met je tweelingziel. Maar als daar dus nog onbewust energie doorcijpelt of energie geblokkeerd wordt door mensen of wat dan ook, die energie op jou afsturen, dat jij onbewust bent daarvan. Daarom moest ik gewoon die video maken. Het resoneert dan. Als dit resoneert met jou, ga dan eens alsjeblieft kijken van waar komt dat door? Wie is dat? Als je het niet weet. Kijk, als jij niet weet en bewust bent van wie jouw lage frequenties geeft, dan ga vragen aan de gidsen, aan het universum, dat ze je dat laten zien, wie bij jou energie aftapt. Bewust en onbewust. Dat je het op 3D-vlak heel duidelijk mag zien. Als ik het iets niet zou voelen, dat iemand dat doet, dan, of als ik ergens voel, ik loop vast, dan denk ik ook van, oké, wat zie ik nog niet? Waar maak me bewuster van wat ik hier nog moet zien, om een stap verder te komen? Waar ligt mijn stukje wat ik over het hoofd zie? Dat kan, hè. Het convenant, het sacred contract, dat heeft dus ook te maken met het contract wat jij als ziel hebt afgesloten met deze incarnatie. Dat is nog leeg. En misschien ga je ook een nieuw stukje nu aanpakken, zeker wat het tweelingzielenstuk betreft. Jullie hebben een contract samen, jullie hebben een zielsmissie samen die uitgevoerd mag worden. En als daar op dit moment stukjes zijn die moeilijker uitgevoerd kunnen worden, omdat bepaalde stukken weggevallen zijn, hè, aardse stukken, dat maakt niet uit. De oplossing komt vanzelf. Die oplossing is er al. Je hoeft je daar geen zorgen om te maken hoe dat opgelost wordt. Ga gewoon op die tijdlijn daar zitten van
het is al opgelost. Wat ben ik blij en dankbaar dat ik bijvoorbeeld ja, retreats mag geven of sessies mag geven, waar dan ook ter wereld. Het is al opgelost. Maak je niet druk om wat er ook in 3D gebeurd is, maar het is gewoon al opgelost, het is gewoon klaar. En als je op die tijdlijn gaat zitten, dan gaat dus ook alles wat jou tegenhoudt om op die tijdlijn te komen, gaat dus bewust worden. Dus zo ook de mensen die dus jou tegenhouden, wat je misschien niet wist, om keuzes te maken, om stappen te zetten. Misschien had je het gevoel, ja, ik moet dat nog, ik moet dat nog. Ja, en als dat dan is dat anderen jou tegenhouden in, met hun energie, mooi kappen ermee en je eigen weg gaan. En dat kan dan ook, hè. Want dat is dus, ja, belangrijk. Wat mag je nog meer zien? Wat zien we hier nog meer? De uil. Wijsheid. Daarbij krijg ik ook direct het 's nachts te zien. Dus dat je misschien in de nacht, tijdens dromen, heel veel inzichten krijgt. Schrijf ze op. Leg een papiertje naast je bed. Een pen. En schrijf het op zodra je wakker wordt. Maar ik voel ook dat daar... ik word gewezen op de uilenballen. En dat je steeds maar alles oppakt en daarna gooi je het eruit, spuug je het uit. Je verteert dat dan. Maar het wordt nu tijd om uit te spugen. Het wordt nu tijd om het los te laten. Het wordt tijd om het uit je systeem te krijgen. Dat is wat ze me laten zien. En misschien heb je die inzichten 's nachts of krijg je die dadelijk 's nachts. En je ziet ook heel scherp, je ziet ook met wijsheid. Je hebt ook van die valkenogen, dat je eigenlijk dan alles ziet vanuit jouw pineal gland, vanuit jouw, dan kom ik toch niet op het woord, vanuit jouw pijnappelklier. Is verbonden met je derde oog, dus je gaat het zien. Jouw hele lichaam gaat in een andere staat van zijn komen. Dat je namelijk volledig je eigen power terug kunt halen. Want als daar mensen op jouw energie mee leefden, ja, dat kan dus eigenlijk een gewoonte zijn dat je het niet eens van de gaten hebt. Maar als je er bewust van wordt, dan is het wel belangrijk dat je dat gaat zien. Reis, weer heb je die uil op het hoofd. Ik zei net dat de pineal gland, dus de pijnappelklier, dat je dingen gaat zien. Je ziet de dingen. Dan ga je dus ook als een adelaar, ja, kun je dus ook vliegen. Dan hoef je niet meer te blijven zitten. Dan is... Ja, dan is het gewoon klaar. Weet je, dan kun je beginnen aan de reis. En welke reis dat is voor iedereen verschillend. Maar dat is natuurlijk heel belangrijk. De zoektocht naar inzicht. Ja, nou die ga je dus vinden. En weer krijg je hier het fotootje van iemand die zich vrijmaakt van energie. En als je dat voelt, hè, dat dan de energie gewoon stroomt van het hartchakra naar het... Ja, ik krijg net een update van iemand, dus ook een collega, een Engelstalige. Change is coming. Nou, dat is wat ik dus net zei. De verandering komt. En die zit in jou. En ik zag gisteren dus het hartchakra werd gezuiverd van die lage frequenties. En toen kon er meteen een connectie, ging er meteen een connectie naar het zonnevlecht. Dus de power, de kracht, de creatiekracht kwam vrij. Volledig. En dat is gewoon heel mooi om te zien, want je ziet het hier ook. Je gaat dus ook dingen creëren vanuit jouw zijn. En zie hier de 6, de 60. Dus ook, het kan ook zijn dat er vandaag al een shift plaatsvindt, dat je vandaag al kunt creëren wat je graag wil. Maar de 6 is eigenlijk een energie in balans. Vooral de tarot geeft dat aan. Het zwaard van vuur, het zwaard van samurai-vechter. Het zwaar van Archangel Michael, noem het maar op, zuiverheid. En dat is gewoon een puurheid. Dat mag nu gaan stromen. Je mag met het zwaar van vuur, met het zwaar van licht, met die warrior spirit, mag je dus echt afkappen van alles en iedereen wat jou niet meer dient. Wat dus blokkerend werkt. Opruimen. En dat is ook vooral... De inzichten kunnen dus ook heel plotseling komen. Maar die kunnen ook, wat ik ook krijg te horen, is het zwaard, hè, zo'n samurai zwaard is natuurlijk super scherp. Dat kan door heel wat snijden natuurlijk. Hè. Gewoon door een mens.
moet je niet aan denken, dat is gewoon afschuwelijk. Maar het kan dus ook scherpte brengen. Maar niet scherp als in het zwaarde scherp, maar meer de scherpte van geest. Want die moeten natuurlijk heel scherp van geest zijn, willen ze dat überhaupt kunnen doen. Maar dat voel ik dat jij dat je die energie, dus de zuiverheid en het opschonen, dat het ook heel, als je dat ziet, dat gaat vaak heel snel, die bewegingen. Dus dat gaat ook soms dan sneller. Je kunt dan sneller iets afkappen. Zeker als je met die kristal- en diamantenergie werkt, dan gaan de dingen een stuk sneller. En gisteren zag ik dus, ik wil die kaarten erbij pakken, zag ik aanzien een Metatron in het hele verhaal. En hij liet mij zien dat alles nu in de juiste proporties, in de juiste patronen. Ik kon het gisteren ook niet zeggen hoe ik het. Maar hij werkt ook met dit. Dus hè, alles werd in balans gebracht. Ik wil die kaarten even erbij pakken. Ik voel dat dat nodig is. Even. Leuk aan de kant. Maar dat is, dat liet hij me zien. Dat alles eigenlijk, dus je kunt vrij, dan ben je vrij. Dan ben je vrij gewoon. Dan ben je vrij, je hebt je bevrijd van die energie. De diamant heeft jou, die gaat jou bevrijden van de energie wat niet passend voelt meer. Wat weg mag en waar je bewust van mag worden. Het mag aards worden, het mag gezien worden, het mag gezuiverd worden. Het is gewoon oké. Er moeten nog twee. Oké, nou. Dan heb je de chakras, light body. Daar kun je dus ook nog meer connecten met je lichtlichaam. Hè? En dan gaan daar upgrades plaatsvinden. Die zijn natuurlijk ook aan het gebeuren nu. Dat voel je al. Maar waar zware energie kan is, kan geen donkere energie zijn. Dus die zware energie, wat zeg je nou, waar zware energie is, kan geen lichte energie zijn. En dat moet verdrongen worden. En dat is wat ik zie. Hartheling, dat heb ik. Nou, dit is toch ongelooflijk. Dit is wat ik gisteren mocht zien. Ik mocht daar in dat hartchakra van die persoon een diamant zetten. Dat heb ik ook gedaan, uiteraard. En dat was gewoon heel belangrijk. En white purity and innocence. Ja, hoeveel bevestigingen moet je dan nog hebben als je dit soort dingen mag doen? En dan heb ik gewoon zoiets. Soms moet je gewoon echt gaan kijken van wat mag ik nog doen? Is er nog iets wat gezien mag worden? En doe ik intuïtief. En dan voel ik ergens, er mag nog iets. En dan reageer ik daarop. Direct op, hè, als ik dat voel. Maar de diamantenergie zorgt voor de puurheid, zorgt voor de onschuldigheid. En ik krijg nu een update van diezelfde persoon. DM is ready to speak. Dus hij is klaar om te praten. DM, Divine Masculine. En dat is zo mooi dat je de zuiverheid van de diamant zorgt niet. Het is niet een manipulatieve energie, ook niet voor die andere mensen. Want ook zij mogen met hun zuivere energie aan de slag. Zonder andere mensen te benadelen. En misschien wisten ze dat zelf ook niet. Laat dat. Maakt ook verder helemaal niet meer uit. Het belangrijkste is dat je je eigen stukje vindt. Je eigen weg vindt in dit hele proces. En ja, goed. Deze video zal weer niet voor iedereen zijn. Als je nog niet zo ver bent dat je dit allemaal begrijpt wat ik vertel. Dat kan. Maakt het me ook niet uit. Ik heb mijn boodschap te delen en dat doe ik gewoon zoals ik voel dat het goed is. En als het niet resoneert, resoneert het niet. En resoneert het wel, dan weet ik gewoon dat jij er heel veel baat bij gaat hebben als je met de diamantenergie gaat werken. Ik wens jou in ieder geval heel veel geluk, heel veel succes. Dus nogmaals, als je mij, als je consult wenst, dat kan. Ik werk alleen maar via betaalde consulten, want deze video is ook gewoon gratis. Ik geef nog meer op mijn Instagram en zo, nog meer info weg. Dus wat dat betreft, blijft het ook hierbij. En als je een consult wenst, dan kun je dat boeken via de webshop. En dan zie ik het wel als je het bestelt.
Ja, dus als je een consult wenst, kan dat ook op korte termijn meestal. Goed, en ik reageer tijdens kantooruren. Staan op mijn webshop sinds van 7, van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds, max 6 uur 's avonds. Daarna gaat die telefoon uit en gaat mijn app. Als je dan een consult hebt de dag daarna, wil ik reageren. En anders is het gewoon de volgende dag. Dus hou er rekening mee. Dan moet je gewoon, en dat is misschien wat jij ook mag doen, meer tijd voor jezelf inplannen. Weten wat je waard bent en weten hoe en wat. Dus dit is mijn energie die ik aan jullie geef. Wat jullie daarmee doen, of mijn energie, gechannelde energie. Wat jullie daarmee doen, is geheel aan jou. Je mag er iets mee doen, je hoeft er niks mee. En als je er iets mee kunt, heel fijn. Goed, dankjewel voor het kijken. Namaste en tot de volgende ronde.